Als het om voedsel, voedselproductie en voedselinnovatie gaat, gaat Nederland aan kop. Maar voor een gezonde agri-food-industrie heeft ons land een gezonde, productieve bodem nodig. Als je organische stoffen aan de bodem onttrekt, moet je die ook weer aanvullen. We hebben steeds meer meststoffen nodig in Nederland. Maar hoe komen we daaraan? Nederlandse afvalbedrijven zamelen per jaar bijna 1,5 miljoen ton GFT-afval in. Bijna 100 kilo per Nederlander. Het grootste deel daarvan is tuinafval. Toch gooien we de helft van al het GFT nog steeds onterecht bij het restafval. Daarvan kan dan geen hoogwaardige compost meer worden gemaakt. Als je je keuken een beetje slim inricht, kan je keukenafval prima scheiden. Attero verwerkt bijna de helft van al het Nederlandse GFT. Dat doen we op 8 locaties in het land. We zeven de fijne fractie van het GFT-afval uit en zetten dat in vergistingsinstallaties om in groen gas. Van wat overblijft in de vergistingsinstallaties, het residu, maken we samen met de grove fractie door compostering een hoogwaardige bodemverbeteraar. Natuurlijk is die compost gehygiëniseerd. Door het materiaal geruime tijd op 55 graden te verhitten, is het helemaal vrij van ziektekiemen en onkruidzaden. Na een aantal weken zeven wij het materiaal en halen zo de laatste verontreinigingen uit de compost. Wat overblijft is een hoogwaardige bodemverbeteraar die akkerbouwers op hun land gebruiken. Maar deze bodemverbeteraar gebruiken we ook in de glastuinbouw als biobased substraatgrondstof. De Nederlandse boeren weten al eeuwen waarom compost zo belangrijk is. Natuurlijk helpen de organische stoffen in de compost om de gewassen goed te laten groeien. En die verdwijnen langzamerhand uit de bodem. En dan heeft het vooral te maken met de kwaliteit van de organische stof. Welke organische stof heb je nodig om je bodem te verbeteren? En dan kom je op allerlei kenmerken van organische stof. Voedingsstoffenlevering, maar ook kenmerken als vochtvasthoudend vermogen. Structuurverbeteringen in de grond. En bodemlevenstimulering zijn de belangrijkste kenmerken die bij compost te vinden zijn. Maar ook voor de toekomst is het voor de boer van belang dat hij goede compost gebruikt. Want als straks het weer extremer wordt, zal ook de boer daar wat van merken. Als het weer steeds extremer wordt, met steeds meer extreme buien, en dat het water dan goed weg kan door de grond, en dat het niet helemaal dicht slemt, waardoor de worteltjes van de planten niet meer goed kunnen groeien. Daarom gebruiken wij compost, om ook naar de toekomst toe door te kunnen blijven gaan. Ook voor gezonde voeding is het belangrijk dat groenten de juiste voedingsstoffen opnemen. Het is belangrijk dat in onze producten dat daar de juiste voedingswaardes in zitten. De boer moet goed omgaan met zijn proces en de bodem moet dan ook goed verrijkt zijn, want anders komen die voedingsstoffen nooit in het product terecht. Wij moeten er zorgvuldig mee omgaan en we moeten dus voedsel maken wat iets brengt richting onze vitaliteit. Wageningen Universiteit Glastuinbouw helpt Attero met het steeds verder verbeteren van de compost. Zij doen aanbevelingen op basis van metingen die ze continu uitvoeren. Op grond daarvan heeft Attero geïnvesteerd in technologie om het zoutgehalte, de luchtigheid en de stabiliteit te beheersen. Wageningen Universiteit Glastuinbouw levert steeds de feedback door labmetingen en teeltproeven en de nieuwe compost past daardoor ook in een omschakeling naar biobased en duurzamere grondstoffen. Attero begrijpt als geen ander dat hoogwaardig compost belangrijk is voor een gezonde en productieve bodem. Maar bij Attero staan we niet stil. In de toekomst wil Attero nog meer GFT-afval verwerken tot biosubstraatgrondstof. Wij Nederlanders gooien onze groente, fruit en tuinafval in één bak. En dat is ideaal. Want voor hoogwaardige biosubstraatgrondstoffen is juist deze combinatie van groente, fruit en tuinafval essentieel. Op deze manier werken we samen aan een rijke bodem en maken we Nederland een beetje groener en een beetje gezonder.